Nu zijn alle dingen van u, o God, alleen. Kijkers, goedemorgen. Mijn naam is broeder Hesri Panza. Ik ben de directeur van de stadszending en wil in deze hoedanigheid u van harte bedanken voor 2021, de bijdrage welke u heeft geleverd om het evangelisatiewerk eigenlijk door te blijven laten gaan. Daar ben ik u van harte dankbaar. Het was voor ons een voorrecht om u te bedienen, ook via de televisiepastoraat, zo u wilt. We hebben ook audio, dat is de Hern Hutter audioopname. Dat kunt u op Shalom en op Apinti beluisteren. We danken de Heer daarvoor. Maar ik wilde heel kort ook even de dagwoorden met u lezen. Vandaag is zondag 26 december en het dagwoord is gehaald uit Psalm 109, vers 21. Heere, handel met mij om uw naams wil. Red mij, want rijk is uw goede tierenheid. Heere, handel met mij om uw naams wil. Red mij, want rijk is uw goede tierenheid. Het leerwoord is gehaald uit Handelingen 7, vers 59 tot 60. Stefanus riep de Heer aan en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hun deze zonde niet aan. Stefanus riep de Heer aan en zei: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hun deze zonde niet aan. Het lied dat hierbij hoort: Laat me eerbiedig u begroeten, heilig hart en mond en oor. Laat mij knielen voor uw voeten, dring mijn lofzang tot u door. Zie mij aan met liefrijk oog, trek tot u mijn hart omhoog. Tot zover de dagteksten voor deze laatste zondag van 2021. Gelovige, brada, nangasisa, kijkers, het jaar is zo om. En we zijn de Heer dankbaar voor zijn goedertierenheid, voor zijn genade naar ons toe. We hebben heel veel gehad dat we hebben meegemaakt. Heugelijke feiten, mijlpalen, maar ook dieptepunten. Maar in dat alles was die goedertierenheid van de Heer aanwezig. Het enige dat van belang is, is om relatie, om die relatie met deze God te hebben. Het dagwoord zegt: Heere, handel met mij om uw naams wil. Om uw naams wil, dat geeft aan, er is een bepaalde relatie tussen ons en die Heere. Wanneer wij bidden, dan bidden we in zijn naam. Wanneer wij zaken ontkrachten, dan doen we dat in zijn naam. Wanneer wij moven in geloof, doen we dat in zijn naam. Dat geeft aan dat wij een relatie hebben. Ook 2021 hebben we gezien dat het om zijn naamswil is dat we hier kunnen staan. Dat we nog leven. En ook in 2022 wil hij met ons gaan. Ik weet niet wat u heeft meegemaakt dit jaar. Als mens kan ik me best wel voorstellen dat u door dalen van diepe duisternis bent gegaan. Het zij financieel, het zij geestelijk, het zij in de emotionele sfeer, het maakt niet uit waar. Maar u bent door dalen gegaan. Maar hij was daar. Hij is daar. En hij zal ook daar zijn. Deze zondag wil ik u bemoedigen. Ik wil u aanmoedigen. Om door te blijven, te houden aan deze God, aan deze Heer van ons. Hij heeft ons nooit in de steek gelaten en zal dat nooit doen. Zo sluiten we deze zondag dit gedeelte af, maar ook wanneer u het jaar zal afsluiten, zij in de kerk, zij thuis met uw gezin. Dank de Heer. Dank de Heer. Hij is met ons. Midden van turbulentie.
omsingeld door bittere duisternis. Turbulentie, een macabere situatie. Duisternis, een dodenrijkse gevangenis. Och, mocht ik nog iets goeds verwachten? Elk jaar is het weer eens hopen. Uitkijken naar de vervulling des oudste beloften. Zou ik wederom tegen een muur aanlopen? Doch, slechts het ervaren van dit raadselachtig moment acht ik als zegen om te mogen leven. Des Heren te verwachten wekt een love-event. Altijd bijzonder het jaarlijks eind te mogen beleven. Mijn hoop, gevestigd op het licht dat komen zal. Het licht dat elke duistere macht of kracht verjaagt. Het land des lichts, neem weg elke duistere val. Hij is het die in deze macabere tijd schraagt. Dus zal ik hopen tot de bittere duisternis vervaagt. Trouw God en Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor deze dag. Voor deze laatste zondag van dit jaar. Gare papa, na jou ben chariwi, na jou etiriwi. Heer, er zijn een heleboel zaken waarmee we misschien zitten. Een heleboel vragen die we hebben, die onbeantwoord zijn. Puur gewoon omdat wij ervaringen hebben opgedaan. Dingen hebben meegemaakt waarvan wij de vraag stelden van waar was u, waar bent u, heeft u ons in de steek gelaten? Maar nee Heer, u was daar en u bent daar. Helpt u ons om hiermee om te gaan. Vader ook, die mijlpalen die we hebben kunnen bereiken, ondanks dit jaar zo uitdagend was. Heer, daar zijn we u dankbaar voor. En we vergeten u niet, we vergeten uw goede tierenheid niet. Niet wanneer het goed gaat, dan vergeten wij u. Vader, we blijven dicht bij u, want het is dat we het met u hebben meegemaakt, door uw Vader, zijn we zo ver gekomen. Wilt u ook met ons zijn in 2022? Wat de toekomst brengen mogen. Uw hand geleidt ons. Daarom vertrouwen we op u. In Jezus' naam. Amen. Kijkers, ik wens u God zegen toe en een voorspoedig 2022. God zegen.